Suriname, Brazilië en Chili hebben gisteren in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken een trilaterale overeenkomst met betrekking tot voedselveiligheid getekend. Het is namelijk van eminent belang om de juiste controle, onderzoekswerkzaamheden en aanpak bij constatering van schadelijke organismen in voedsel te kunnen doen. Middels dit project wordt het agrarisch gezondheids- en voedselveiligheidssysteem versterkt. Zowel Chili als Brazilië bezitten technische capaciteiten met betrekking tot voedselveiligheid. En deze kennis zullen zij aan Suriname overdragen. Namens Suriname plaatste LVV-minister Suresh Algu en BUSA-minister Yildiz Palakbigli hun handtekening onder het document. Brazilië was vertegenwoordigd door ambassadeur Laudemar Aguiar.